Autoprof, welkom. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe Kreefweek. Deze week ben ik zelf met mijn vader naar de Autoprof geweest in Gorinchem. En hoe dat is gegaan, laten we allemaal zien. Verder hebben we vele leuke reparaties gehad in de werkplaats. En hebben wij gala gereden met wel geteld 4 auto's die meereden. Onze Audi RS6, de AMG GT, de Maserati en de S500 reden allemaal mee. En hoe dat is gegaan, zien jullie in de nieuwe Kreefweek. Veel kijkplezier. Nou, goedemorgen. Het is vandaag maandag, tweede paasdag. En we hebben vandaag een proefritje gepland staan met de Peugeot 208. Aangezien de kreefjes nog allemaal lang weekend weg zijn, zorg ik ervoor dat de proefrit vandaag helemaal goed verloopt. Dus de auto's wel eventjes klaarzetten voor de mensen en dan gaan we het zien of ze dat vinden. En de Peugeot is weer terug van de proefrit. Een inruilvoorstel gedaan in overleg met Joey voor een interruile auto. En de klant gaat er nu nog eventjes over nadenken. En dan hopen we dat we in de loop van de week meer horen. En we zijn weer begonnen! Deze Volkswagen Golf heeft een kapotte turbo. En die zit hier bovenop. Er zijn al wat delen los. En hier ligt de nieuwe. Kijk. Mooi in een doosje. Dus die gaan we even vernieuwen zometeen. Weer een mooi klusje. En deze leuke Mazda Cabrio. Die heeft een kapotte vastgelopen dynamo. En hier ligt natuurlijk alvast weer de nieuwe. En we gaan even laten zien. Kijken of we het kunnen zien. Doordat de dynamo vastgelopen is, is ook de multisnaar gebroken. Dus ook die moeten we vernieuwen. En dan kan die straks weer rijden. Kijk, hier al om deze en om die rollen zit die multisnaar. En dit is de dynamo. En als die dus vastloopt, knapt die multisnaar. En van deze transporters zien jullie het al. Beschadigingetje rechts voor. En de bumper is hier ook niet zo netjes. Maar daar hebben we wat voor. Hier ligt een nieuwe. Dus we gaan even een nieuw bumpertje monteren op deze Volkswagen transporter. En dan is hij weer helemaal knap. En nu ligt hier de oude dynamo. En kijk eens even. Zoals jullie kunnen zien, zit die nieuwe er nu op. Met de nieuwe snaar eromheen. Naar de onderkant even dichtbouwen. En dan rijdt hij weer. En vandaag een keer wat anders. De toegangstickets voor Autoprof 2022. En wij zijn even op bezoek. Evenementenhal in Gorinchem. Het is niet om de hoek van de Enkhuizen. Anderhalf uur gereden. En het zal mij benieuwen hoe het er binnen uitziet. Autoprof. Welkom. Naast heel veel autogereedschappen staan er natuurlijk ook een paar mooie auto's. En dit is toch wel echt de ultieme droomauto, jongens. Onwaarschijnlijk. Super dik. En nog een dikke wagen. Nou, die Porsche voor op de zondag. En voor dagelijkse auto deze Lamborghini. Dan zit je wel goed volgens mij. Wel grappig, even goed hè. Zo'n kaartje, naampje erop. Keurig hoor. Ik kan jullie natuurlijk toch even niet onthouden hè. RS6, C8. Urban pakket erop. Ja. Dit is een serieuze auto hoor. Kanon. Er staan dus ook een hoop steentjes. Waaronder dus J- en testapparatuur voor de APK-straat. Die wij ook in de garage hebben staan. En verder staan er steentjes voor bandenapparaten. En noem het allemaal maar op. Heel veel gereedschapstands. Maar J&T, daar zijn wij klant van. Nou laat ik in de Kreefweek natuurlijk vaak versleten banden zien. Maar hier staat het mooi uitgelegd. Kijk, zo ziet een nieuwe band eruit. Een demo bandje, nou, die zien we niet zo vaak voorbij komen. Nou, bijna nieuw. Iets minder nieuw. Kijk, nog iets minder nieuw. Zie je gewoon steeds minder profiel. Nog iets minder nieuw. En kijk, vanaf hier, dus onder de 4 mm, komen we bij het advies vervangen. Dus dan staat er dan een auto bij ons in de garage. Dan bellen wij de klant op van hey, wij adviseren om toch over te gaan naar nieuw. Voor alle veiligheid.
En ook zo zien wij ze natuurlijk wel eens. En dit noemen we levensgevaarlijk. En hier zeggen ze natuurlijk vervangen noodzakelijk. Maar je ziet de canvas er doorheen, bijna geen profiel meer. Leuk, echt leuk om het over te zien op een rijtje. Van allerlei dingen gezien, van allerlei mensen weer gesproken. Maar het zit erop voor dit jaar. We gaan weer terug naar het mooie Enkhuizen. En ook voor deze Mitsubishi Outlander is het weer tijd voor de zomerwissel. Van zilveren velgen naar zwarte velgen. Die zijn toch wel een stukje stoerder, hè? En we zijn ook verder aan het gaan met de camper klaarmaken voor aflevering. We gaan er nog even een trekhaak onder bouwen. En dat is mijn klusje wel, maar kijk eens even. Het schiet al aardig op, hoor. En dan, jongens, ik ga jullie wat laten zien, want er is een nieuwe auto binnengekomen. En niet zomaar een auto. Ik heb hier een Mercedes sleutel in mijn handen. En het gaat namelijk om een Mercedes S500 lange versie. Dus de verlengde versie, dat je nog meer ruimte hebt op de achterbank. Met een V8 onder de motorkap. En er staat hier voor me. Ik ga hem even in beeld brengen. Kijk eens even, jongens. Hey. Kijk eens hoe lang die achterdeur is. Wauw. S500. Wat een presidentenbak. Hey. Wat een apparaat. Ik ga even laten zien. Kijk eens even. Alle opties. Hij heeft panoramadak. Alle knopjes. 360 camera. Binnen de lijntjes rijden. Het Burmester sound system. Elektrische achterklep. Memory stoelen. Stoelverwarming. Stoelventilatie. Hij heeft alles. En dan de achterbank. Het wordt namelijk nog mooier. Kijk eens even. Het riemdingetje komt er al uit. Wow. Hier zit je even als een koning. Soft close, de deur doet zelf sluiten. Hier ook op de achterbank stoelverwarming, stoelventilatie, memory. Kanonnen. Wat een wagen. Hoofdkussentjes, alles. Dit is echt onwaarschijnlijk. TV-schermen voor mijn neus. Wat een wagen, jongens. Alcantara hemelbekleding. Kijk. Spiegeltje. Niet schrikken, niet schrikken. Ah! Ja, ja. Wow. Super mooi, hoor, dit. Kijk, die houten afwerking ook overal terugkomen. Hier, daar in het dashboard. Dit is een auto. En die S500 gaat meteen gebruikt worden vandaag. Want het is vandaag galadag hier. Dus alle middelbare scholieren die examen doen dit jaar, die hebben gala vanavond. En er gaan wel geteld 4 kreeftauto's ingezet worden. Waaronder deze S500, Maserati Ghibli uit de voorraad. Een Audi RS6 Performance die ook online staat. En een Mercedes AMG GT63S. En alle 4 gaan ze ingezet worden vandaag. Zo'n V8 onder de motorkap, dat is natuurlijk heel leuk. Maar ja, die lust wel een beetje benzine. Dus, even €98, maar natuurlijk. Even tanken en klaarmaken voor het gala vanavond. Natuurlijk ook even een klein wasbeurtje voor de Mercedes S-klasse. Hoppa, lekker fris van straks. En wat een slee, hij past amper in het washok, joh. Moet je zien. Steek gewoon uit. Kanonnen. Lekker, man. En daar staat hij dan, jongens, voor het pand. Hij staat vanaf nu natuurlijk ook online op kreeftauto.nl. En wat een apparaat. Zo, die u. Luxe wordt het niet, jongens. S500 lang. Full optie. Boom. Nu online op kreeftauto.nl. De Maserati Ghibli en de Mercedes S500 staan klaar voor een gala. En kijk eens even. Boom! Audi RS6. Maar die moet eerst even een klein wasbeurtje gebruiken. Want dit is niet normaal. Dit heb ik echt nog nooit gezien. Onwaarschijnlijk. Zoveel vogelenpoep. Dus even wassen en klaarmaken voor gala. En dat gaat goed, hoor, hé. Al die kreeftauto's. En dan gaat de eerste gala auto. De Maserati. Klinkt die lekker, hè? Oh.
Jongens, veel plezier. Top. En dan gaat hij dan. De S500 op naar het gala. Lekker hoor, hé. Die slee. En nou ik zelf nog. Met de RS6. De RS6 Performance met 605 pk'tjes. Lekker hoor. Op naar het gala. De mannen van Belles Overnier zijn er weer. Ze komen natuurlijk één keer in de twee weken het gras bij ons maaien. Oh wacht! Dat is Belles Overniers niet. Dat is gewoon Joey. Normaal scoort Joey mooi handel en nu zit hij op de grasmaaier. Gaat hij goed? Volgens mij vindt hij wel een mooi showtje. Lekker man. En niet met je telefoon achter het stuur, hè? Wat een figuur. Op de brug vandaag, Renaultje Captur. Oh, ik zie dat er nog geen kreefbordje op zit. Dat gaan we natuurlijk even aanpassen. En hij staat hier voor twee nieuwe voorbanden. Zoals jullie zien. En zoals ik eerder heb laten zien deze week, hè, op de Autoprof. Dit zijn de nieuwe. En een klein beurtje. Olie even vervest ook. Helemaal lekker. De Opel Astra Cabrio in de showroom. Met dit mooie weer kan dat natuurlijk ook niet anders. Die is nu, hoppa, verkocht. Kijk eens aan, een vaste klant van ons. Dus we gaan hem naar buiten rijden. En dan gaat hij binnenkort de werkplaats in klaarmaken. En dan, hoppa, top. Dit Suzuki Alto hebben wij vandaag, nee ik moet eerlijk zeggen gisteren, nieuw binnengekregen. Hij is gepoetst meteen. Vandaag een fotoshoot genomen. En dat heb ik allemaal nog niet op de film gezet, maar daarom vertel ik het dus nu. Maar hij staat dus al online en we hebben een geïnteresseerde. En die desbetreffende meneer kon niet onze kant op komen. Dus ga ik naar hem thuis, zodat die meneer even een proefrutje kan maken. Hoppa, lekker man. Het is mooi weer. Tijd voor een ritje met de Suzuki Alto. En ik ben weer terug met de Suzuki Alto. En ja, jullie snappen het denk ik al. De Suzuki Alto is, hoppa, verkocht. Binnen een dag. Gisteren binnengekregen, vandaag verkocht. Ik ben dus even op locatie geweest. Ondertussen haal ik de plaatjes terug af. En de mensen wilden hem hebben. En ik snap ook wel waarom, want het is natuurlijk gewoon een superleuk karretje. En wij gaan hem nog even klaarmaken en dan komen ze hem in de volgende vlog ophalen. Hoppa! En dan gaat hij dan. De camper helemaal klaargemaakt, trekhaak gemonteerd, grote beurt en de distributie vernieuwd. En nou rijden maar. Mee met de nieuwe eigenaar en eigenaresse. Ik hoop dat ze er heel veel plezier van hebben. Hoppa, top! Zojuist dus die camper afgeleverd en kijk eens even. Een kleinigheidje voor de verkopers, of nou ja, kleinigheidje. Erg leuk cadeautje en kijk eens. Het was een feest om bij jullie een camper te kopen. Nou, dat horen we graag. Superleuk. Dank jullie wel. Vonden jullie dit nou weer een leuke video? Vergeet hem dan niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zien we jullie volgende week weer.